Pascal nog een dagschotel tegen de regen. Hé, hey, wel mannen? Ja, waarom sta ik daar alleen op dat voetbalveld? Hè? Ah ja, dat vroegen wij ons ook af. Ja, maar hoe denk je nu zondag te winnen als je nu niet traint? Op karakter. Kom jongens, hey, weer of geen weer, wij vliegen erin, hè? Zeg toch. Je hebt gelijk, Pascal. Twee dagschotels. Hé, hey, niks van. Twee toeren op het veld. Zijn er nu al geel smurven ook? Amai. Dat is nog geen weer om een hond door te jagen, hè. Ah, Markske. Jij gaat voor mij eens wat reclame maken in het centrum, hè. Zeg, zet je zot in zo'n weer? Ah, natuurlijk. Dan is er minder concurrentie. Dat is waar, hè, Bieke. Markske, je blijft hier. Straks doet je nog een longontsteking op. Zeg, en waar moet Mark trouwens zo dringend reclame voor maken? Oh, wel. Voor mijn nieuw briljant initiatief. Elke zaterdag bij mij om 20 uur Saturday Night Diner Chantant. Première komende zaterdag met Eddie Wally. Coming soon, Dana Winner. Wilt u eraan zijn? Wat is dat voor flauwekul? Flauwekul? Oh. Een diner Chantant met Eddie Wally. Amai, kan die koken? Geestig, hè? Heel geestig. Als Elvis Presley zou komen, ja. Ik zal hem morgen bellen, ja? En wat bedoelt je met ook voor slechthorende? Wel, dat ik de muziek wel luider zet, jij. Ja, mannen, wij hebben genoeg tijd verloren trainen, kom. Maar wacht, Paul, voordat je weggaat. Ik heb hier nog iets voor u ook. Voilà. Huh? Krijgen wij een uitnodiging? Ja, een uitnodiging om uw nieuwe huur te betalen, ja. Oeh. Wegens opwaardering van het pand werd uw huurcontract notarieel nietig verklaard. Wat? De nieuwe huursom van 25.000 frank gaat met terugwerkende kracht in. Achterstallige schuld plus 9% interest maal index is... 100.000! En 7 frank, ja. Ja. Maar dat kun je toch niet doen? Maar natuurlijk wel. Zeg, weet je wel wat de promotie en de organisatie van zo'n diner chantant, wat dat kost? Ja, maar helemaal. Zeg, moeten wij dan soms omdraaien voor al uw maffe ideeën? Maar helemaal niet, dat is een gunst. Ah ja, al die artiesten die gratis onder uw bed komen optreden. Ja, en als je ze betaalt, treden ze misschien nog in uw bed op, hoor. Zeg maar. Is mijn onnozel een evel bijgedraaid? Nee, daar is niks aan te doen, hè. Nee? Ah, wel, als het een troost is, hè. De kampioenen hebben besloten BTW te boycotten om u te steunen. Wat? En mijn Eddie Wally concert missen? Goed, gij. Maar leuk, het is toch voor Paul en Doortje? Ja, ik vind het wel heel sympathiek van u, Xavier, maar ja, het helpt ons niet echt verder. Voilà. Eddie, here we come. Ja, oké. Ja, als dat zo verder gaat, dan moeten wij verhuizen. Zeg, 25.000 frank. Ja, wij kunnen dat echt niet betalen, ze. Kom, Paul. Kom, we gaan u helpen. Sjoeke. Oh. Zie eens of er nergens een goed huisje te huur staat voor Paul. Oh, ja. Zeg. Ah, hier heb ik iets, hè. Charmante woning met mooie tuin. Hé, tuin? Ja, dat klinkt goed. Garage, rustige buurt, volledig gerenoveerd. Spotprijs, 60.000 frank per maand. Wat blief? Ja, wat zou je willen? Hier voor 4 badkamers, 5 hectare grond en een verwarmd zwembad. Maar lees, Sjoeke, dat kunnen ze toch nooit betalen? Dat kan mij niet schelen. Ik wil bijna gaan zwemmen. Vergeet het, Carmen. Zeg, egoïst. Allee, laat mij eens zien hier. Ja, hier staat niks bij voor ons, zeg. Ja, salut. Hela, uw krant betalen, hè? Ja. Dat is hier geen supermarkt, hè? Niet tevreden, toch betalen. Wat? Da. Wat denk je ervan? Het is geen kattenpies, hè? Het ziet er echt duur uit. Ah, het zal niet zijn. Het is het duurste van de hele boutique. En? Hadden ze voor die prijs ook een schoon kostuum? Hier, Paul, eentje van thuis. Oh, merci, Pascal. Zie, Paul, heb je al een oplossing gevonden? Ja, nee. Doortje is nu gaan solliciteren. Gaat eens stoppen als ze die job krijgt. Ah, we gaan het direct weten, zie. En? Ja, 65 kandidaten, waarvan 64 met een hoger diploma. Oh, typisch. Er is altijd wel een zot zonder opleiding die toch zo stom is. Ah, wel, merci, meneer Boma. Die toch soms nog beter is dan een met een diploma, hè? Ja, dan zit er niks anders op, hè. Ik stop met training geven en ik zoek een tweede job, hè. Oh, nee. Ja,
Zeg, waarom kan Paul geen trainersloon krijgen? Ja, natuurlijk. De meeste clubs doen dat tegenwoordig. Ja. Wat denk je daarvan, voorzitter? Hola, mannen, we zijn een vriendenclub, hè? Tja, we zijn toch een voetbalclub? En van het moment dat je de reden betaalt in de vriendenclub, aanbraven. Maar dat is niet waar. Als heel de ploeg daarmee akkoord gaat. Zonder Paul kunnen wij echt niet verder. Nee? Kom aan, Balthazar. Laat uw goed hart nu eens spreken. Allee, bon, ik zal erover nadenken. Ah. Dank u, voorzitter. Oh, ik heb gezegd, ik zal erover nadenken. Ah, wel, dat is knap van u, dat jij voor ons iets doet wat jij anders nooit doet. Ah, wat? Nadenken. Carmen. Je zou beter mijn waterbed wat bijvullen. Ah, oh, heb je weer Titanic gespeeld? Ja, gedacht. Uwe Leonardo di Carpaccio daar is vergeleken met mijn klein bier, hoor. Allee, kom, haast u. Mag ik de schepen van Vermakelijk in, alstublieft? Lilian, met Balthazar Boma hier, hè? Ja. Zeg, jij bent toch een groot idool van een Diwali? Ah, wel ja, de fan. Ja, nu gaat je hem eindelijk in tert zien. Ik heb hem speciaal voor u laten uitnodigen in het restaurant Bij Bij. Nu zaterdag. En nadien inviteer ik u voor de après-concert bij mij thuis. Ja? Goed, Lilianneke, tot zaterdag. Jij bandiet! Je weet toch dat de kampioenen BTW gaan boycotten? Daar gaan die niet mee kunnen lachen, hè? Business en emotionele zaken moet gestrikt gescheiden houden, meneer. Oh, ja. We zullen zien wat de kampioenen daarvan zullen vinden, hè? Om nog maar te zwijgen van Pascalke, hè? Patrovit. Als ik nu Papol zijn trainersloon betaal, dan is er toch geen reden meer om BTW te boycotten? En mijn Xavier dan? Wat doe ik, Xavier? Die is toch ook trainer geweest? Wakker, ben geweest. Ik denk toch dat Pascalke zal moeten inlichten over uw afspraakske. Bon, het is goed. Iedereen gelijk voor de wet. Als ik Paul betaal, ik zal je dan ook. Merci, meneer Boma. 4 x 12 is... 48? Ja, 48 maanden achterstallig loon, alstublieft. Dora de is lekkere vis. Reebok staat al op de dis. Mise en noedels in Chinees. Fazant met een rode bis. Sol is tong al op zijn Frans. Lasagna is niet Japans. Sinaasappel bavarois. Je bent precies goed gezind vandaag. Zeker weten, Doortje. Mijn muzikale menu, dat wordt de hit van het jaar. Dat is menu bij meisje. Komt er veel volk? Massa's. Deze keer heb ik echt al mensen moeten weigeren. Oh, maar dan zal er wel heel veel werk zijn, hè? Voor één man alleen. Natuurlijk, maar ik heb dat daarvoor over. Zeg, en als ik nu eens zou komen helpen, in plaats van die extra huur die wij maar moeten betalen? Maar Doortje toch, helpen. Een beetje in de weg lopen, zeker. En daarbij, wat ik zelf doe... Doet je beter, ja, dat kennen we al. Zie maar dat hem niet vergeet te komen, u winnet die Wally. Blaaskaak. Natuurlijk. En die Wally bellen. Och, Doortje, je staat er tenminste niet alleen voor. Is samen in de goot liggen dan zoveel beter misschien? Hallo. Zie je eens? Wat vinden van mijn nieuwe outfits? Oh, wel, Carmen, dat is heel sympathiek van u. Kom me tonen hoe dat jij met geld smijt terwijl Doortje vanaf straat staat. Ja, dank u, hè. Als je het breed hebt... Dan moet het breed laten hangen. Precies, wanneer heb jij het zo breed? Sinds dat ik meneer Boma overtuigd heb van ons mannen hun trainersloon te betalen. Is dat waar? Heb ik ooit al blaasjeswijs gemaakt? Wilt je daar een eerlijk antwoord op? Tja, hoe heb jij Balthazar zover kunnen krijgen? Sommigen onder ons hebben wel verstand van diplomatie, hè? Zeg, Carmen, en wat bedoelt jij met onze mannen? Dat mijn Xavier zijn achterstallig loon van de voorbije 4 jaar krijgt, ja. Dat jij ondertussen al hebt opgedaan. Ja, natuurlijk. Weet jij hoeveel kleedjes ik had kunnen kopen met al dat geld gedurende die 4 jaar? Moet ik mijn verloren tijd toch inhalen, hè? Oh, merci, hè, Carmen. Ik apprecieer dat echt dat je dat voor mij en Paul gedaan hebt, hoor. Je kent mij. Als ik iets voor mijn vriendinnen kan doen.
En ik ga zelfs nog meer doen, hè. Ah ja? Mm. Nu dat ik toch nieuw kleedjes heb, hè, krijg jij mijn afdankertjes. Hallo, Eddy. Het is met Bernard hier, hè. Bernard T. Waterslagers. Van op de markt, je weet wel. Ik heb toen bij u die rode chacos gekocht voor mijn eerste vrouw. Met die gouden tjoepjes. Nee, die chacos had gouden tjoepjes. Allee, zwart, noteer eens in uw agenda. Komende zaterdag optreden in restaurant bij mij. Hoe, je kunt niet? Zegt één plezier is toch het ander waard, hè? Maar je kent mij niet meer. Het is amper 10 jaar geleden. Hoe de tijden veranderen. Ja, uw liedjes zijn anders nog wel altijd hetzelfde, hè? Hallo? Hallo? Dus. Bal over de muur. Amadeo loopt in en... patat. Oh, jongen. Snap je nu hoe dat werkt? Dus eigenlijk moeten wij de bal proberen in het andere doel te krijgen. Dus dat. Nou, Paul, waarom leg je dan nu pas zo uit? Ja, maar we hadden al veel meer kunnen winnen. Ja, maar nu ik betaald ga worden, kan ik ook iets investeren, hè. Paul. Hoe komt het dat er niet getraind worden? Maar Paul is ons tactische training aan het geven, hè, voorzitter? Ja. Kijk, dat ben ik. Mijn gedacht. Noem je dat trainen? Van ons een gezelschapsspelletje spelen. Dat is een manier om de theorie visueel te maken. Dat is gewoon tijdverlies. Maar denk maar niet, hè, dat ik u ga betalen om hier Monopoly te zitten spelen, hè. Mens, erger je niet. Balthazar, weet je dat ik dat heel erg apprecieer dat jij Paul een trainersloon gaat betalen? Daar zou ik maar niet te veel op rekenen, Pascalke. Paul speelt bij mijn voeten mijn gedacht. Voorzitter, je hebt de situatie verkeerd ingeschat. Maar ik heb niks verkeerd ingeschat. Voetbal is oorlog en geen onze spelletje. Ja, maar zonder goede strategie kun je de oorlog niet winnen. En bij speelgoedsoldaatjes nog veel minder. Ja, bon, dan gebruik ik die speelgoedvoetballers niet meer. Oh, maar dat ken ik. De volgende keer gebruik je dat smurven, hè? Ah ja, dat is ook tof. Ik ben zeer gedesillusioneerd nu, Papol. En onder die condities, hè, begrijp je toch dat ik je onmogelijke trainersloon kan uitbetalen, hè? Ja. Ziet u nu wel dat mijn Xavier een veel betere trainer was dan Paul? Wat? Ja, hij verdient tenminste zijn loon. Ah, nee, iedereen gelijk voor de wet. Paul geen geld, Xavier geen geld. Oeh, en mijn nieuw kleedjes dan? Dat is uw probleem, hè? Oh. Jij wilt gewoon geen trainersloon betalen, dat is het. Nee, maar wel met de schepen van vermakelijkheden bij BTW gaan kijken naar Eddy Wally. Oh. Nadat iedereen belooft dat om dat op te treden te boycotten, ja. En wel merci, hè, meneer Bomen. Oh. Zo ken ik u weer, Balthazar. Egoïst. Omdat jij niet cultuurmind bent. Vuile profiteur! Ja. Als jij geen 4 jaar achterstallig loon had geëist, dan had Paul zijn geld wel gekregen. Allee, straks heb ik het nog gedaan. Allee, dan had meneer Boma toch gelijk dat er van geld aan bras komt in vriendenclubs. Clubs. Maar hey, daarmee staan wij wel bijna weer op straat, hè, Doortje. Ah, Xavier. Daar zijn we. Jij bent de man die ik nodig heb, hè. Oh. Een pintje. Weet je nog dat jij vroeger zo goed kon zingen? Hè? In het koor. Uw stem die kwam recht uit de hemel. Ja, maar die is intussen wel een paar verdiepingen gezakt, hè. Maar dat geeft niet. Volgens mij zingde jij nog altijd veel beter dan Eddy Wally. Oh, wil hij niet komen, uw Eddy Wally? Nee, hij zit in China. En daarmee heb ik gezegd, je moet nu speciaal over en weer komen. Xavier zal u wel vervangen. Jij vangt helemaal zeker? Maar Xavier, met uw talent kun je toch zo inspringen voor Eddy Wally? Ja, en pas op, hè, dat kan het begin zijn van uw grote doorbraak. Jij denkt dat ik me helemaal belachelijk ga maken, zeker? Oh, ik zou dat wel eens willen zien. Xavier Wally. Ja. Oh, en jij zou hem kunnen begeleiden op piano. Ja. Oh. Speel jij muziek? Ja, vroeger een beetje. Ja, Paul heeft nog in een groepje gespeeld. Ja. En waarom zet je daarmee gestopt? Ja, de Walter en de Ben die wilden alle twee per se bij de tv, hè. En dan vond ik het ook niet meer plezant. Meneer Bernard, mag ik ook meedoen? Ik ben vroeger nog bij de fanfare geweest. Voilà, je hebt die orkest al samen, zeg. Oh, vergeet het, hè, Bernard. Als jij een vervanger wilt voor Eddy Wally, ga dan zelf op het podium staan, hè? Ja, dat zou ik ook doen, ja. Maar ja, ik moet koken. Oh, dan gaat u zingend diner moeten afblazen. Maar allez, Xavier, allez, voor die ene keer dat ik u iets vraag. Nee. Xavier, je krijgt alles wat je maar wilt als je maar Eddy Wally bent. Alles? Ah, ja. Ja. Ah, wel. Als je de huur van Paul en Doortje laat gelijk ze is, dan doe ik het.
Allee, oké, okay, goed. Oh. Ja, maar Eran, wacht. Dan wil ik wel een eerste klasse concert. Hey, Paul, wat denk je ervan? Ja, we hebben niet veel keuze. Voilà. Ja, ja, goed. Oh, merci. Dat is niets. Oh, merci, Xavier. Bedankt. Hey, nu zijn we wel gered, hè, Paul. Allee, bon. Dat is dan afgesproken, hè. Nu zaterdag om 8:00. Ja, ja. Ja, we zullen dan maar beginnen repeteren, zeker? Dat zal nodig zijn. Ja, ik moet mij eerst moed indrinken. Hè. Pascal, ja. Een dagschot. Geef maar ineens een heel weekmenu. Oh. Intro. Ja. Ik spring uit een vliegmachine. Allee. Allee, ja, maar ik wil nu weer. Jij moet invallen. Ik kan geen noten lezen. Moe, dat dient niet om noten te lezen. Dat is om je achter te verstoppen als ze met tomaten gooien. Mark, nee, maar kom. Je moet gewoon een walsritme starten op vlieg. Machine. Oké. Okay. Wat is dat? Een walsritme? Allee. Ik zing, ik spring uit een... En dan val jij in, hè, Mark. 1, 2, 3. Oké? Oké. Ah. 1, 2, 3. En hoe gaat het met mijn supersterren? Dat gaat. Wat kom jij hier doen? Ik kom gewoon eens zien en een beetje coachen als dat nodig is. Allee, bon. Mark, jij weet het, hè? 1, 2, 3. Ja. Oké? Ja. 1, 2, 3. Uit een vliegmachine. 1, 2, 3. Mark. De drummen, niet zingen. Allee, kom, opnieuw, hè. 1, 2, 3. Ik spring uit de vliegmachine. Ja, Mark, wat moet dat voorstellen? De Muppetshow of wat? Nee, maar, jij bent toch bij de fanfare geweest? Oh, dat is maar zo net. Ze weet, spring ik echt uit de vliegmachine. Kom, we proberen ineens een ander liedje. Ja, als Mark Kramer ben ik geboren. Tja, niet als beroepsmilitair. Ja, Mark, zeg, kom jongen, straks sta ik met Doodje op straat. Mark, een beetje serieus, hè? Ja, op de repetitie te veel lol, dan wordt het optreden een echte drol. Alex Xavier, dat is iets over. Ja, Mark, hè? Wil jij even niet meespelen, alstublieft? Goed. Dames en heren, bla 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 bla. Mijn grootste hit. Chérie. Chérie. Ja, ja. Chérie. Chérie. Xavier, dat trekt op niets, hè. Waar is uw emotie en waar is uw doorleefdheid? Hier? Ja. Jij hebt ook geen verstand van zangtechniek, jij. Ja, welke idioot heeft er u gezegd dat jij kunt zingen? Jij? Ja? Ja. Wel, dat was dan alleen maar om je zelfvertrouwen wat op te krikken. Ja, had ik dat geweten, hè. Zeg, Bernard. Ja? Gaat het optreden afblazen? Maar nee, dat kan niet meer. Nee, we gaan gewoon playbacken. Tegenwoordig doen alle artiesten dat. Hoe? En wat speel ik dan? Dans met mij de tango d'amore, want wij zijn voor elkander geboren. Ja, Sjoeke, wat zet jij van plan? Wat denk je? Mijn charme zangerke. Carmenneke, optreden, dat is gelijk een match. Je mag je energie niet verspillen de avond van tevoren. Oh, je moest eens weten hoe opwindend ik dat vind. Ik heb altijd... aan een artiest als lief gewild. Nee, Sjoeken, ik dacht altijd dat het mijn legeruniform was dat u zo opwond. In het begin, toen dat uw knopen nog blonken. Maar nu, dat je gaat doorbreken in de showbiz. Allee, Sjoeken, niet overdrijven. Ik ga ene keer playbacken bij mij. Oh, al die vrouwen die u zullen bewonderen, die zullen blozen door uw wulpse blikken. Die van Markske misschien. Iedereen die zal smachten naar uw aanraking. Uw kus. En ondertussen zijt u van mij alleen. Ja, tegen wie zegt het? Jij bent mij zo op, hè. Oh, mijn seksie. Oh, fuck. Ik ben
voor altijd zal bewaren. Ja, maar het is wel mijn beste pyjama. En nu ga ik heel de nacht kou hebben. Daar zou ik nog niet zo zeker van zijn. Ja. Sjoeke. Carmen. Carmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maar Erik, het is playback. Je moet geen noot spelen. Ja, Dieke, ik weet dat en jij weet dat. Maar weet mijn drumstel dat ook? Oh, Bernard, waar blijft uw playback-installatie? Oh, hier is ze, kijk. Zo'n al een bron. Hela. Dat heb ik nog gekregen voor mijn plechtige communie. Zo'n kwaliteit vinden de dag van vandaag niet meer. Zou je toch niet beter met cd's werken? Maar bij lange niet. Die vinylklank die is veel warmer. Zo. Ja, zeg, als je daar beneden klaar bent, wilt je dan hierboven eens tekenen? Hm? De huur blijft ongewijzigd en dit voor de eerstkomende 5 jaar. Hm? Dat was toch al afgesproken? Ja, maar ik zal mij toch geruster voelen als je getekend hebt. Hm? Kom, geef hier. Zeker is zeker, hè? Voilà. Kijk. Eén onnozele opmerking en ik hou ermee op, hè. Xavier, je ziet er schitterend uit. Ziet je wel? Bravo, neefje, bravo. De moeder van Eddie Wally, die zou het verschil nog niet zien. Oh, is die blind? Ja, maar Balthazar, ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de manier waarop dat jij de plaatselijke cultuurbeleving steunt. Oh, ik heb het toch een idee. Boba is cultuurmind, hè. Ja. Kom. Ik ga het proberen, hè, om de danseressen van de Moulin Rouge de Paris naar hier te laten komen optreden. Ja? Dat is ons tafel. Oh. Ah, de verrader die mij voor 40.000 frank in de schulden heeft gezet. Ja, jij bent toch ook niet thuis gebleven, hè? Nee, natuurlijk niet. Ik kom supporteren voor mijn favoriete zanger. Ah, Eddie Wally, dat is ook mijn favoriet, hè? Dat is een sexy man, hè? Jij kunt zien dat je daar met je fikken vanaf blijft. Schepen verhoeven. Heb je weer niemand gevonden om vanavond mee uit te gaan? Trek het jullie aan, Lilianneke. Dat is mijn heksvriendin. En ze is iedere keer jaloers als ze mij met een andere charmante dame ziet. Het is spijtig dat ik u zo weinig met charmante dames zie, hè, Balthazar. Wanneer begint hij te zingen? Balthazar, gewoonlijk na zijn tweede fles. En die Wally natuurlijk. Ik kan elke minuut opkomen. Oh, de artiesten zijn er. Paul. Kent jij ze? K. Paul K. Kent je dat? Dat is mijn favoriete muziek. Ik zal ze eens vragen omdat ze dat kunnen spelen. Wat doet jij hier? Ah, spelen? Waar is Eddie Wally? Die komt direct. Wij zijn zijn muzikanten. Wij zijn muzikanten? Ja, dan ben ik zeven slast mee gedacht. En u heb ik een eigen tweede kameraad. Ah, wel, dan zullen we naar de keuken moeten gaan. Nee, meneer. Zet die maar terug op uw plaats. Dank u wel. We beginnen zo dadelijk. Dames en heren, de micro aanzetten. Ze zijn precies een beetje zenuwachtig voor de opkomst van de grote ster. Zijn die alleen bij gedacht? Dames en heren. Van harte welkom op de eerste diner chantant van Bij Mij. En dan nu het moment waarop wij allemaal gewacht hebben. Voor de allereerste keer in ons dorp. De enige, de echte, de onvervalste Eddie Wally. Andy! Men, stel je niet zo aan. Dat is ordinair. Dat is mijn idool. En iedereen mag dat weten. En Sjoeke. Kom, Carmen. Oh, Sjoeke, Andy. Dank u wel, madame. Je bent geweldig. Ja. Formidabel. U bent trouwens allemaal een geweldig, formidabel publiek. Tja, op de tv lijkt die precies groter, hè? Ja. Ja, dat heb je dikwijls, hè. Ja. Jean-Claude Van Damme is, dat schijnt ook zo'n klein manneke. Ja, excuseer, maar ik geloof dat ik dringend naar het toilet moet. Dank u, geweldig. En ik stel voor dat wij beginnen met mijn grootste hit, Chérie. Oh! Chérie. Ja. Oh. Met...
professioneel muzikanten. Ja! Jawel. Chérie. Zeg, deze ruimte is voorbehouden voor artiesten. Waar is Eddie Wally? Op het podium. Zwans niet, dat is Xavier. Ja, voor ons wel, maar voor het publiek is dat Eddie Wally. Dat is de magie van de showbusiness. En als je me nu wilt excuseren... Dames en heren, Chérie. Ja! Chérie. Chérie. Is ik dat niet echt? Blijf het gewoon niet beledigen, hè? Ja, zie je nu van komt met bemoeienissen? Ja. Ga terug naar de zaal. Ja, ik zit daar met het schitter van vermakelijkheden naar wakker. En als jij dat voor mij verpest, hè? Chérie. Chérie. Dans met mij. De tango. Excuseer ons, dames en heren, voor deze kleine technische storing. Kleine technische storing? Jij speelt verdorie gewoon een plaat. Dat is dan echt een Eddie Wally niet. Maar toch wel, Lilianneke. De zwijgbaltesaar, jij bedrieger. Maar ik wist hier niks van. Dat zal wel. Maar naar een après-concert-appetitie bij u thuis, daar kun je naar fluiten. Heb je dat verstaan? Maar Hela, waar gaat er naartoe? Naar ergens waar dat ze de mensen niet proberen te bedriegen. Maar ik bedrieg u niet. Dit is de echte Eddie Wally. Ja, ik mag je neervallen als het niet waar is. Ah, Balthazar. Zie eens wie dat je hebt meegebracht. Wat? Zeg je? Hij was een restaurant zoeken in de buurt. Meneer Eddie Wally. Welkom. Ga u voorstellen. Had ik grote gat van u. Mevrouw de Schepenen verhoeven. Oh, mevrouw de Schepenen. Wat prachtig restaurant. Onvoorstelbaar. Ongelooflijk. Wel? Wat heb je nu te zeggen? Chérie. Dames, we zingen mee. Chérie. Dans met mij. Zingen mee? Ja? Chérie. Schitterend. Want we zijn voor elk ander geboren. Chérie. Chérie. Blijf bij mij de hele nacht. Chérie. Let's up your...